Maestro card and contactless is our preferred method of payment. If we can be of any further assistance to you, please do not hesitate to stop any member of crew. Thank you. Allemaal en welkom bij het allereerste vlog van 2023. Ik hoop dat jullie het jaar allemaal goed zijn begonnen en dat jullie hele fijne feestdagen hebben gehad. En natuurlijk voor iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Ik ben afgelopen kerst bij mijn ouders geweest in Zeeland en bij mijn zus in Utrecht. En ik heb ook nog eventjes Amsterdam bezocht. Dus het was een hele fijne kerstvakantie. Ik zal tussendoor nog wat clipjes daarvan in editen. En dan kunnen jullie dat ook een beetje zien. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen vandaag is dit. Ja, nou dit is dus mijn Yarn Advent. Dus eigenlijk mijn adventkalender met allemaal wolletjes. Ik heb deze in... Ik denk half november besteld. En die is gisteren aangekomen. Er zijn heel veel stakingen allemaal bij de post. Dus ik had het eigenlijk al helemaal niet meer opgerekend. Dus het was een extra cadeautje dat hij toch gisteren binnenkwam. Ik kon bijna niet wachten met hem open te maken. Maar ik dacht het is toch leuk om het op te nemen. Dus dat wil ik nu met jullie gaan doen. Ik heb echt geen idee wat erin zit. Ik heb speciaal niet teruggekeken op de website. Het is van Vicky Brown. Vicky Brown Designs. Zij maakt hele mooie handgeverfde wolletjes. En nou ja, ik zou zeggen, kijk met me mee. Daar gaan we dan. Ik ga even de camera omdraaien, want ik denk dat dat handiger is om te zien. Nou, ik ben heel benieuwd. Van Vicky Brown. Dus als je wil kijken, Vicky Brown Designs is haar naam. Dan gaan we beginnen. Nou, zo ziet de kalender eruit. Het zijn kleine strengetjes. Kijk, het is best wel een platte kalender. Dus... Nou, ik ga beginnen met nummer 1. Kijken wat we daar vinden. Thank you.
Nou, alle pakjes zijn open. En zijn er heel veel leuke wolletjes uit vakjes gekomen. Dus zeker de moeite waard. Ik ben natuurlijk vooral gek op de roze tinten en een beetje de paarsige tinten. Dus dat zijn echt wel een beetje mijn favorietjes die erin zitten. De groene vind ik ook wel heel mooi. Even kijken hoor. Kijk, dus er zijn ook wel heel veel groene tintjes. Ja, die zijn natuurlijk ook wel super. Dan zitten er nog gele tintjes in. Met een beetje een mix van kleur. Ook heel leuk, heel lekker fel. En dan zitten er ook nog wat donkere tinten in. Op zich ook heel mooi. Maar dat is dan wel een beetje minder mijn ding, als ik eerlijk ben. Maar ze zijn echt wel heel mooi hoor. Dus ja, en dan nog een paar. Oh wacht, die heb ik nog niet laten zien. Twee hele mooie blauwe. En dan nog een beetje die nog eigenlijk bij de roze horen. Oranje, rozig en gemixt. Dus heel veel leuke wolletjes. En echt wel heel leuk. Zo allemaal samen. Nou ja, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Want het zijn natuurlijk echt maar hele kleine hoeveelheden. Dus, maar daar komt vast wel iets. Ga ik vast wel iets leuks mee doen. In ieder geval, dit was de eerste keer dat ik eigenlijk een adventkalender heb van Garen. En ja, ik vond het wel heel erg leuk. Jammer dat hij een beetje te laat kwam. Maar uiteindelijk toch heel erg leuk. Zoals ik al had gezegd, ben ik ook eventjes in Amsterdam geweest tijdens de vakantie. En dat vond ik een goede gelegenheid om eens even een kijkje te gaan nemen in de winkel van Steven en Penelope. Steven West kennen jullie natuurlijk wel van al die prachtige sjaals, de calls die je mee kan doen. Dat is natuurlijk allemaal gebreid, dus dat is weer iets wat ik dit jaar zeker moet leren breien. En ja, in zijn winkel kun je echt de meest prachtige garens vinden. Er is heel veel keuze. Het is heel veel handgeverfd. Neem wel een flink budget mee als je echt wil gaan shoppen. Maar het was echt ja, een hele leuke winkel. Heel erg leuk om even te kijken. En ik heb een klein filmpje gemaakt. En dat kunnen jullie nu even zien. Ook, ja. Natuurlijk heb ik ook wel iets gekocht in de winkel. En ja, er is zoveel keuze dat je eigenlijk niet weet wat je moet kiezen. Want ik vond eigenlijk alles wel, alles prachtig. Dus ik ben natuurlijk weer voor roze gegaan. En dus ik heb van Chink Fiber deze mooie streng gekocht. Dat is een mix van suri, merino en zijde. Dus ja, ik ga hem even dichterbij doen. Het is super zacht, super mooi. Al is het alleen maar om naar te kijken. Ik weet echt nog niet wat ik ermee ga doen, maar ik vind hem echt wel prachtig. Daarbij heb ik ook nog wat bolletjes mohair gekocht. Groen en roze. Natuurlijk weer, dat is denk ik echt wel mijn favoriete kleurcombinatie. Dus ik dacht, daar ga ik voor. Ja, ze zijn heel mooi samen. Moet natuurlijk wel nog wat ander garen erbij om er echt een sjaal bijvoorbeeld van te maken. Maar ik vind de combinatie zo wel heel erg leuk. De kleine bolletjes zijn van Chaos Yarn.
En het is organic brushed alpaca. Alpaca. Weet ik nooit hoe je het zegt. Alpaca. In ieder geval, dit is een merk. Dus mocht je, ze hebben hele mooie bolletjes. Is scherp. Nou ja, chaos yarn. En ja, organic brushed alpaca. Dus dat waren mijn aankopen in Amsterdam. Ik zou zeggen, als je in Amsterdam bent, moet je zeker even langs gaan. Want het is echt een hele leuke winkel. Dus zeker even doen. Van Amsterdam gaan we naar Arnhem-Muiden. Mocht je in Zeeland zijn en je wilt een leuke wolwinkel bezoeken, dan zou ik zeggen, ga even langs bij Jeannette. Zij heeft een hele leuke wolwinkel. Marktplein in Arnhem-Muiden. Je kunt daar hele mooie merken vinden. En ook handgeverfde strenge wol. Die ze zelf verft. Jeannette is ook heel erg gezellig. Vond het zo leuk om eventjes langs te gaan. We hebben heerlijk gekletst. Over wolletjes en over van alles. En dus mocht je in de buurt zijn, zeker even langs gaan. En ik ga nu even laten zien wat ik in haar winkel heb meegenomen. Dat zijn deze mooie strengen. Handgeverfd. Dan een hele mooie zachte streng. Dat is mohair met zijde. Kijk nou hoe fluffy en hoe mooi. Dus deze. Natuurlijk nog een roze, want ik kan een winkel niet verlaten zonder iets van roze. Ga ik super met al die spikkeltjes. Dan heb ik ook weer hier alpaca of alpaca. Deze zijn van Langjaars, Suri alpaca en het zijn hele mooie tintjes, ja, lila paars. Dus dat vind ik ook wel heel leuk en vooral met de andere alpaca die ik heb, vind ik het ook wel heel erg mooi samen. Dan had ik nog twee bolle scheepjes van Our Tribe. Want ik vond het kleurverloop zo mooi. Dat is deze. En daar ben ik ondertussen al mee begonnen. Daar ben ik een sjaal of een soort stola mee aan het maken. En zoals je kunt zien is het kleurverloop echt wel heel erg mooi. Ja, dus deze is nog al lang niet klaar, want die moet echt lekker groot worden. Maar ik vind het wel een heel mooi kleurverloop. En het is ook garen wat heel erg fijn werkt. Dat heb ik nog over van de eerste bol. Dus je kunt ook best een flink stuk haken ermee. Ik ga zo even laten zien. Ik ga het even plat filmen, dat je het goed kunt zien. En ik ga eventjes opzoeken uit welk boek het ook weer kwam, zodat ik dat ook kan linken. Ik heb deze sjaal of stola ook gemaakt toen ik in Zeeland was. En toen heb ik hem gewoon eigenlijk van grijze acryl gemaakt. En dus die is veel grover en groter geworden. Die is in Zeeland gebleven. Die heeft mijn zus meegenomen. En ik heb er nog wel een fotootje van gemaakt. Misschien zelfs een filmpje. Weet ik niet. Ga ik even terugzoeken. Maar sowieso een foto. Dus die ga ik ook eventjes tussen plakken, dat je dat ook kunt zien. Maar in ieder geval heel leuk ontwerp. Het boek ga ik ook eventjes opzoeken. Jee, wat een voorbereiding. Maar ja, heel erg leuk. Dus dat moet jullie even nachecken.
Geen slok van mijn koffie genomen. Ga ik dus nu even doen. Lekker. Oké, de vlog zit er alweer bijna op. Ik ga nog wel laten zien wat ik nog... Nog een klein projectje wat ik gemaakt heb. Het zijn hoofdbanden of haarbanden. Weer met de twist erin. Dit keer heb ik een soort van boordsteek gebruikt, of een reliefstokje eigenlijk, voor en achter. En op dezelfde manier in elkaar gezet als je ook in mijn video kunt zien voor de hoofdband. Ik kan nog wel ik kan er misschien nog een filmpje van maken als je het leuk vindt. Het is echt heel eenvoudig, maar ik vind het effect wel heel erg leuk. Dus je kan gewoon je restjes gebruiken. En zo'n leuke hoofdband, want het is toch nog best wel koud buiten. Dan als allerlaatste heb ik nog wat wolletjes. Voor een nieuw project. Project mag ik helaas nog niks over zeggen. Het wordt een project voor Simply Crochet Magazine. Dat komt pas in de zomer uit, dus ik ben er nu, met het ontwerp bezig. Met het uitvoeren. Maar zoals je kunt zien... worden het hele leuke felle kleuren allemaal samen. Dus echt mijn ding. En de deadline voor dit project is voor mij 1 maart. Maar dan duurt het natuurlijk nog een hele poos voordat het ook daadwerkelijk in het blad staat. Als je een ontwerp maakt voor een blad, werk je altijd eigenlijk maanden vooraf al met het ontwerp insturen, met de garens te bepalen. Dus ja, daar moet je wel altijd wat geduld mee hebben. Maar het resultaat is natuurlijk wel heel leuk als het professioneel wordt gefotografeerd en dan gepubliceerd. Nou, dat was het weer voor mij. Eerste vlog van het nieuwe jaar. Ik heb niet echt veel voornemens, daar doe ik nooit zo aan. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat ik lekker door blijf haken. Ik wil wat meer kleding gaan haken ook. Ik wil ook weer meer tekenen, want tekenen vind ik eigenlijk ook heerlijk om te doen. En dus dan moet ik ook gewoon wat meer tijd voor vrijmaken. En verder blijf ik genieten van mijn koffie. Ik zou zeggen, we maken een hele fijne eerste maand van allemaal. Met veel creativiteit en veel gezelligheid. En ik zie jullie allemaal bij de volgende vlog weer. Doei!